Zoals gezegd, de courgette gaan we in lange tranches snijden en we gaan die opvullen eigenlijk met een geitenkaas die we mengen met een beetje tomaat, geconfijte tomaat, een beetje pijnboompitten. Dus ik snijd tranches daarvan en dan gaan we die kort grillen op de barbecue als ons vlees gaar is. Dus we gaan plakjes snijden met de mandoline en wederom hetzelfde. We gaan niet de pitjes meesnijden, zie tot hier. Dus daar stoppen we dan. En uiteraard, als we ze gaan grillen, zullen we maar heel kort grillen. Want het heeft dus effectief niet veel nodig. Maar dan hebben we wel die goed lekkere grillsmaak en die zuiderste smaak die we zullen hebben. En dat is wat we nodig hebben natuurlijk. We gaan een beetje arachidolie gebruiken. Een hittebestendige olie. En daar gaan we onze plakjes in leggen. Een beetje kruiden met witte peper. En een beetje zout. Ondertussen hebben we het tijd om onze courgettes te grillen. Dus deze gaan we dan laten afkoelen. En dan gaan we onze geitenkaas afwerken. Onze geitenkaas gaan we afwerken met een beetje pijnboompitten, een beetje confijte tomaat, een beetje zesten van citroen. En die gaan we daarmee opvullen en oprollen als ze afgekoeld zijn. Die zetten we dan nog even in de koelkast en die worden eigenlijk koud geserveerd bij de mensen dan straks. Dus nu gaan we beginnen met onze courgettes en onze geitenkaas uiteraard. Onze geitenkaas gaan we afwerken. Een beetje confijte tomaten, een beetje pijnboompitten. Maar die pijnboompitten zelf, voor wat meer smaak te krijgen, gaan we die roosteren. We hebben eigenlijk geen vetstof nodig. Kan gewoon droog geroosterd worden. Die gaan we uiteraard ook gebruiken voor de couscous dan af te werken. En af en toe schudden, dat is inderdaad niet verbranden. De confijte tomaten of de zongedroogde tomaten. Hier gaan we wederom blokjes van snijden. En dan gaan we ook een beetje confijte citroen bij doen. Wat is geconfijte citroen? Ik zal het even doen. Dus we hebben die citroen. We gaan die doorsnijden, maar net niet helemaal doorsnijden. En dan maak je een mengeling van zout en suiker. Pak dat je 100 gram zout neemt, neem je 10 gram suiker. En dan hou die volstoppen met die suiker en het zout. En dan ga je die gewoon helemaal onderzetten met die mengeling. En deze ga je dan gewoon in een stenen pot bewaren en laat je gewoon een maand staan. Mag 2 maanden, mag 3 maanden. Gaat er alleen maar op verbeteren. En deze kan je dan perfect gebruiken. Dus hier hebben we ondertussen het resultaat ervan. Je ziet dus het beste van dit. Vruchtvlees, dit zelf, gaan we niet gebruiken. Maar het anders zo bittere gedeelte van de schil zelf is nu zout bitter geworden. Dat is eigenlijk heel lekker voor de gerechten. Deze moet je echt wel fijn snijden. Ik persoonlijk ben zelf een heel grote fan van citrussen. Ik vind dat dan eigenlijk aan bijna elk gerecht kan je citrus toevoegen. Het gaat een gerecht opkrikken, het gaat het frisse karakter naar boven halen. Het gaat een gerecht eigenlijk lichter maken, zeker in de zomer. Dus onze pijnboompitten zijn zo goed als klaar. Die zijn geroosterd. Dan die gewoon kort pletten. En dan alleen nog onze basilicum, wat in de zomer zeker niet mag ontbreken. Dus we hebben onze geitenkaas, die we gaan mengen met onze geconfijte tomaat. Een beetje pijnboompitten erbij doen. Een beetje basilicum. Een beetje confit citroen, echt niet veel. En nu gaan we onze courgettes opvullen. We gaan niet overdrijven met die geitenkaas, want anders gaan we niets meer proeven van onze courgetten. De zon is in het land, de meesten in de henne. Bij mij is het hetzelfde, ik kan het daar wel in. We gaan er ook een beetje zest op doen van citroen. En dan zoals gezegd tevoren, een beetje fijn gesneden basilicum. We hebben arachideolie gebruikt om ze te bakken, maar nu gaan we een beetje olijfolie opdoen. Voor een beetje meer karakter te krijgen.